Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Evander Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen en mijn auto wil niet starten. Heel snel zijn, want ik moet nog een broodje gaan uithalen voordat ik ga werken. Als ik moet gaan werken, want het schijnt dat ik niet moet werken. Het is iets heel raars. Arjen heeft niet gebeld, dat is al één. Sociale dienst heeft niet gebeld, dat is twee. Wat mij doet twijfelen voor gaan te werken. Dus dat ze niet hebben gebeld, dus dat ik gewoon ga werken. En dan krijg je dan van collega's te horen, ja maar je staat volgende week op de top. Ja, dan moeten ze bellen. Dat heeft mijn vader ook gezegd, dan moeten ze gewoon bellen. Bij deze. Nu ga ik heel snel richting BUL rijden. Schöntreude daar overstap doen op de Zigeuner voor richting bedrijf X te gaan. Ik heb bijna bedrijf X in de naam gezegd. En nu pas ben ik echt aan het concurreren tegen hem. Ik kan nog geen echt concurrentie noemen met mijn webshop. Okay. Dus ik heb ook al wat paar items ook op Facebook gegooid. Maar daar komen er nog bij. Maar het heeft even zijn tijd nodig om alles daarop te zetten. Dan komt ook nog eens Instagram online op Twitter. En ook nog op Instagram. Mijn items waar ik aan het verkopen ben. Ik ben er wel eigenlijk wel trots op. Ja, ik ben er echt heel trots op. En dan binnenkort beginnen met te verkopen. Dus ik ga nog een keer zeggen, dus hoe meer items dat er wordt gekocht bij één persoon momenteel, maar bijvoorbeeld dat je 5 t-shirts bestelt, kun je weer al goedkoper uitkomen. Het geld wat er dan verschil is, dat stort ik dan terug op jouw rekening. Maar je moet sowieso eerst het volledige bedrag storten naar mijn rekening toe, naar mijn rekeningnummer. En dan bereken ik het verschil en dan het verschil stort ik terug bij deze. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, dan kan ik nog wat muziek luisteren, hè. Dat wil ik ook nog. Goed, Alex. Weer al aangekomen. Ga ik een broodje bestellen. Zoals gewoonlijk. Ik ga me weer al lekker smaken. Zo mensen, jullie zien het. Daar staat een busje. En ja, ik moet niet mee, dus ik kan terug naar huis gaan. Ze hebben niet gebeld. Ik sta op WOM. Dus dat betekent een ganse week. Dus. Ik zag ook niks meer van die IBC ophangen. Oké, ze hebben gelijk, maar ze hebben ook gelijk dat ik altijd best afkomt als je het echt niet weet. Dan kunnen ze u echt niks doen, hè. Bij deze. En daar is de busje. De busje gaat nu naar Diepenbeek toe. En deze auto gaat terug naar Begonialaan. Ja, voorrang van rechts. Ah, hier is het echt even een goede hindernisparcours. En wel, dan ga ik nog even terug naar de Q8 voordat we nog wat drinkjes gaan te halen. Punt uit, voilà. Dan kan ik zeggen, ja, ik heb toch een broodje gehaald en ik ben nog vergeten af te stempelen. Maar dat weten ze. Dan ga ik wel eens even rechtdoor. Ja, opnieuw naar de panels, tweede keer op amper een half uur kunt eten. Yeah. Ja. Voilà, zo. Nee, nog eens terug hier. Die denken van, amai, die komt vaak. Ja, dan ga ik ook even mijn bonnetje zoeken. Als ze kunnen afstempelen. Ik heb er twee. Dus dat ook er weer op bij zetten. Dus bij deze. Tot zelfs.
Misschien hier binnenkort hier in de panels in Sint-Truiden en Shop and Go, de lijst. Dat ook mijn items hier te koop gaan zijn voor het eerst. Ben ik nu allemaal aan het regelen. Dat moet toch echt machtig zijn dat mijn spullen ook in een winkel terecht gaan komen. Ja mensen, ik ben er echt mee bezig. Oh, zalig. Dat het een hele goede verkoop gaat worden. Hopelijk wordt het iets. Ik heb mijn drinken nog gekocht. En nu ben ik terug echt officieel naar huis toe. Bij deze. Voilà, voilà, voilà. Nu nog even oversteken. Kan ik? Nee, ik kan nog niet. Ik kan direct. Ja, oké. Oh, lastig. Ik kan al direct door. Het is groen. Groener kan het niet worden. Voilà, WOM. Terug naar huis. Terug verder aan mijn items werken. Hopelijk ben ik op tijd thuis voordat mijn computer afsluit. Holy shit, ja! Oh, ik heb die afsluiten gezet. Maar niet met die livestream radio. Nee. Nu is het echt grens aan dek om terug thuis te geraken. Dan kan ik een klein beetje wel verder werken of misschien nog opnieuw designings. Ik heb dus mijn bladerpapier van alles wat ik aan het verkopen ben, heb ik gewoon nog gender gelaten bij de panels. Dan kunnen ze dat daar eens rustig op hun gemak bekijken. En die zeggen van misschien, dat kunnen we misschien wel verkopen of dat kunnen we misschien wel verkopen. Dan laat ik er zo een paar maken en dan verkopen we dat daar. Wat bijvoorbeeld 10 items dat ik eens aankomen en dat ik dat daar in de rekken zet voor te verkopen. Bijvoorbeeld, zo van die voorbeelden kan ik toch doen. Dat zijn toch leuke ideeën. En dan kan ik aan jullie ook laten zien van, kijk, echt waar, kijk naar die winkel toe, zit hier, mijn spullen staan hier te koop. Hoe geweldig is dat? Maar ja, ik ga me nu nog even concentreren, ik ga nog wat muziek luisteren. Ik ga zelfs ook nog maar even neerleggen. Ja, hier ik weer. Ik wil nog eens even iets heel leuks doen op mijn camera. Ik hier wel iets voor jullie. Luister even maar. Gentlemen, indeed. Welcome to our humble home. Used to belong to someone else. But when I see something I like, I grab it. Let's try that one. Let's have some fun, baby! Na 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 na, walk away, away, na 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 na, walk away, away, na 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 na, walk away, na 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 na, walk away, away. Oh yeah. Het is afgewijterig al weekend. Zo snel kan het gaan. Van de ene weekend naar de andere weekend springen. Geweldig toch? Dus dat betekent dat ik zelfs mijn zwarte zakken nog ga buiten zetten. Als die nog niet zijn opgehaald. Ik hoop van niet. Dan ga ik nog even op Facebook zitten. Sowieso voor mijn items nog verder te verkopen. Dat staat nog op het programma. Wat ga ik dan nog doen? Dan ga ik nog even kijken wat ik nog verder kan doen. Ik weet het momenteel even nog niet. Omwille van dit valt echt heel onverwaars dat ik 8 uur nu extra tijd heb om te filmen of iets anders te doen. Wauw.
Ja, ja. Ik ben weer al thuis. Dankjewel. Maar de fabriek was wel open. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. De fabriek was wel open. En Arneke, hoe doet jij hier? Ja, ik kom werken. Ja, jij staat al wel op WOM. Ja, je ziet wel dat ik wil werken, hè, Arne. Ja, op u kunnen we vertrouwen. Kunnen we bruggen bouwen. En dat is het ook. Ze kunnen ook op jouw bruggen bouwen. Stel dat Arne nu ze weet nog wel zegt, kunt jij terugkomen? Dan zal ik niet direct zeggen, nee, ik kom niet meer terug. Nee, ik kom al af. Heb jij een half uur geduld? Dan ben ik er. Voilà. Zo sta ik open voor Bewel in Sint-Truiden. Ook voor, ik zeg het u, voor, zeg het, Ravelijn. Als Ravelijn mij belt, dan kom ik ook direct terug. Echt waar. Als ik mag beginnen, Ginder, dan kom ik ook direct terug. Ik pak mijn broodje mee van de panels. Dat gaat mij echt heerlijk smaken nu. En dan ga ik terug naar binnen toe. Allee. Hallo kijkers en welkom weer op een nieuwe Q&A. Ja, want het is heel lang geleden. Ik heb redelijk wat in te halen, ook op Discord. Maar ik ben niet alleen vandaag. Dragon Master, BNT, Boof, Cytopins en Onderwater PP. En dus ik kan die hele naam dus niet zien. Ah nee, Onderwaterprojectilion. Oké, die is weg. Die is weg in één keer. Oké. Dus dan gaan we maar eens beginnen aan de Q&A. Ik krijg nog even gauw een sms'je binnen. Heb je al merch besteld? Nee, nog niet. Wat dan een hele goede vraag van Tommy. Ik ga nu naar de Q&A channel. Als ik die terugvind in mijn dingen. Ja. Oké, hier gaan we. Dus, oh man, daar is veel gezegd geweest in de Q&A channel. Dus van Kiever. Wij kunnen anders wel vragen stellen op hogere vitesse. Wat daarmee bedoelt, weet ik niet. Dan platvis. Hoeveel is 7? Ja, 7 hè. Dr. Reusen, vind je ook dat Jeff Delen volgende keer kapitein moet zijn in plaats van La Cuca? Jeff Delen? Wie is Jeff Delen en La Cuca? Die ken ik niet. Kent iemand dat van op Discord? Geen antwoord, oké. Okay. Nee, La Cuca. Ah, Lukaku. Oh. Wat vind je ook dat Jeff Delen volgende keer kapitein moet zijn in plaats van Lukaku? Dat is iedereen zijn eigen mening. Mijn eigen mening is, als ze maar kunnen voetballen en kunnen scoren, daar ben ik heel blij om. Als maar België een takkenskimmer wint. En wij nummer 1 blijven in de wereldranking. Waar of niet? Voilà. Hoeveel is de uitkomst van de vorige vraag plus 77? I don't fucking know. Wanneer komen de emoticons van Psycho terug? Die zijn al terug op de Discord server, Stijn, bij deze. Dimitrios, waarom kies je geen mascotte zoals Gans van Dangdo? Ik moet... mascotte. Ik vind... Ja. Een mascotte. Denk het wel. Ja. Voilà. Had Jeffke Delen naar de andere hoek moeten trappen toen hij de bal op de paal trapte voor de Rode Duivels? Het was allemaal even geleden. Dan gaan we door naar Jarek Abdeslam. Weet je vertaling van mijn naam? Nee. Mal. Zed.
Daar raak. Nee, ik weet dat niet. Oké, dan Paul, 8 jaar, Pokémon Go. Dat is echt een hele... Zoiets vraag je niet. Nee, Paul. Zoiets vraag je niet. Wanneer gaat de Bea op dieet? Zoiets vraag je niet naar een vrouw toe. Dat is onrespectvol, vind ik. Voilà. Dan Tommy. Dimi, als je zelf zou opeten, zou je dan dubbel zo groot worden of zou je verdwijnen? Ik kan mijn eigen niet opeten, hè. Of, ja. Ja. Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik groter word of ga verdwijnen. Ik denk gewoon dat ik hier gewoon ga neervallen en dood blijf liggen. En mijn botten zullen hier dan gewoon blijven liggen op de grond. Tadaam! Ah ja, alles vergaat. Alleen botten blijven. En dan Buttermilk. Wanneer komen de emoties terug? Die emoties zijn al terug. Tommy, wie heeft dat op de vorige server ingesteld? Ikke. Dan Buttermio opnieuw. Dimitri zelf, dacht ik. Dat klopt. Stijn, denk je dat Beerschot de dubbele cijfers haalt? Welke dubbele cijfers? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Voilà, bij deze. Justin Kees, kan je deze tongbreker vlug uitspreken? Oh nee. Nee, echt nee. Oh, weer ons onder de... Ah, lijk, kom aan, een tongbreker. Aan alle die ik zijn gekomen, profiet niet. Oké. De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt knapper dan de knappe kapper knap. Ah, het laatste woordje. Ah, doe me. Opnieuw? Oké. De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt knapper dan de knappe kapper kapt. Yes! En Danny, krijg ik mijn rechten? Nee, je krijgt die rechten niet, Danny. Want hoe ze mij altijd hebben geleerd om moderator te worden is... Je moet er niet om vragen. Je krijgt dat. En als iemand... hij heeft zijn rechten terug. Ja, hij kan chatten en al. Maar hij wil ook admin worden. Bij de... Oké. En dan BRNT. Jeukt jouw jeukende neus ook zo als mijn jeukende neus je... Oh my god, echt waar, BRNT, ik haat u. Dat je zo'n moeilijke zinnen post. Maar ik hou wel van u, hoor. Oh, echt waar, waarom zo van die zinnen, man? Zo echt tongbrekers. Oké, Dragon Master. Oh my god, daar gaan we weer. Nog zo even. De kat krabt de krullen van de trap. Voilà. En nu moet dat zeker nog sneller zeggen. Oké, de kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. Tadam. Vandaar jeukt. Oké, jeukt jouw jeukende neus ook zo als mijn jeukende neus jeukt? Jeukt jouw Die Q&A gaat hier echt heel lang duren. En met een vlog, oh my god. Oké, ja, sorry mensen, als mijn vlog redelijk lang gaat zijn. Sorry. En boef.
Oké, dank u. Wat een galmende geluid door Boef. Oké, maar nu gaan we naar Boef toe. Waarom heeft Joof van Café Hoekske nog steeds een ban? Zelfs Bea zei dat hij niks kan doen aan zijn naam. Hij heeft letterlijk niks verkeerd gedaan en hij wordt er gewoon zonder pardon uitgesmeten. Staat hij nog in de banlist? Wij gaan eens integraal eens snel eens kijken. Nee. Staat er niet in. En in de vlog heb ik het nu ook gezegd. Dragon Master. Even een vraagje over de mensen die in België wonen. Zit er ook een bakshop in België? Weet iemand dat? Wel, Dragon Master, ik ga het voor u integraal direct googelen. Bakshop België. Ja, die is gelegen te Antwerpen. Op de Paalleestraat 119. Sebiet nog. Deze. Ja, dat gaat ook op deze zijn. We gaan, dus ik hoop dat u uw vraag ook eens beantwoord, Dragon Master. Want fullscreen weet het niet. Nope. Niet dat ik weet, dus fullscreen, ik heb het opgezocht en blijkbaar heb je een bakshop, dus wel in België, blijkbaar in Nederland. Wat is je favoriete boom? Laat me even, ik kan me even mijn camera laten focussen. Oké, bij deze is de camera teruggefocust. Oef. Mijn favoriete boom is een kastanjeboom. Tommy, ben je blij dat je eigenlijk terug mensen hebt op de chat? Waarom niet? Waarom moet ik niet blij zijn? Moet ik janken? Voilà. Oké. Danny, stel ik heb corona. Mag ik dan kijken naar uw 10 dagen livestream of ga ik iedereen besmetten die ook aan het kijken is? Nee, je besmet niemand via naar een livestream of zo te kijken, maar ik ben er al mee gestopt met die livestreams. Ja, waarom? Omhoog van, ik krijg toch wel copyright claims tegen mijn hoofd aangesmeten. En dat is ook niet de bedoeling. En ik vind het heel raar. Ik haal die muziek gewoon integraal. Echt waar. Van de copy-free music channels. Van YouTube. Ja. En toch staat er copyright op. Raar, hè? Dus ik vind het echt heel raar. Dat ik haal het van een channel af waar... de muziek vrijgeeft, gratis en voor niets. En het mag van YouTube. Ik haal het dan daar ook vanaf. Ik livestream het dan. En in één keer kijk daar toch copyrights op. Dus bij deze ben ik er dan ook mee gestopt. En dan is er gewoon... amai, veel gechat geweest bij de Q&A. Dan ga ik gewoon trekken naar Bigri Tardo. Ik heb bij deze nog steeds geen officieel antwoord van Ad Bealove Dimitri ter zake de opvang van de eekhoorns. Bij deze stel ik dus nogmaals de vraag of Bea graag de dakloze eekhoorns zou willen opvangen. Waarom? Dat gaat niet, zegt Bea. Goed gezegd, Bea.
Nu komt de vragen van, ja, wel, dat was dus al iemand zo, ja, zeg het. En dan pushen van, wanneer komt die van YouTube? Wanneer komt dat van YouTube? Oei, hoor ik daar een sorryke? Allee, we gaan ervoor. Oké, de laatste wandeling voor de lockdown plus gevoelens over Castiop. Ik weet niet welke vlog dat is, want daar ontbreekt de vlognummer. Ja, ik heb de vlognummer vergeten. Oké, dus jullie horen het. Boef. Nee? Ja, 994 is het. Klopt het? Kut, klopt. Dus vlog nummer 994. Daar zijn in totaal 0 reacties opgekomen. Jammer, boef. Dan gaan we naar 993. Daar zijn 6 reacties opgekomen. Van Oscar G. Vrachtwagenchauffeur. Toet, toet. Oké. Bonne Crosser. God. Zedux, why very epic? Boef, zei de pins. Psycho TV is op zoektocht gegaan om Castiop te vinden. Echt dik respect, makker. Spijtig dat het niet goed is afgelopen met Castiop. Dat klopt, want hij is overleden. Rust in vrede. Let's play Common Games. Ze hebben Castiop tot teruggevonden. Ja, dat weet ik. Boef zei de pins. Zet dat geluid van uw GPS eens tegen u. Dat is Batman wat je hoort op mijn GPS. Allee, mag je nog niet eens naar Batman luisteren? Ja. Ik weet het. Die komt er altijd in tussen, hè. Dat is wel kloten, hè. Allee, dan gaan we door naar de volgende video. Daar zijn in totaal 56 reacties opgekomen. Van Castiop is dood, is terug. Castiop is teruggevonden in de Juliana-kanaal. Daar heb ik ook gereageerd. Sterkte aan familie en vrienden en fans van Castiop. Enige deelneming. Dan Schit Sluipers, enige deelneming, kut. Jonas Ilsebroek, sterkte aan familie van Castiop en aan Dimi en zijn naaste voor het verlies van vriend. Dan Lucas Breit, rest in peace. Arno Boyer, nee, boeven zij de pins. Pff. Rest in peace, Castiop, we gaan je missen, makker. Amy, rust zacht. Esma, Cooking, spijtig genoeg, rust zacht, Castiop, sterkte aan familie. Spijtig dat je hier een video voor maakt voor views, dat doe ik niet. Psycho heeft een video gemaakt om fans van Castiop te informeren. Voilà, hij zou nooit op de kaf van Castiop views willen trekken. Zielig dat je bent. Kijk, er zijn mensen nog, andere mensen ook nog altijd vermist. Mag je daar video's over voor views te pakken? Nee. Het is heel dicht bij mij thuis gebeurd. Ik woon in Alken. Hasselt is een buurgemeente van mij. Dus dan voel ik wel geroepen om dat te informeren naar mijn YouTubers toe. Want er zijn ook heel veel kijkers hier in Alken die naar mijn kanaal kijken. Bij deze. Daarom dat ik hun op de hoogte wil houden. En dan Rokedaris. Als Boef Side Pins. Ja, Dito. Ik heb hem ooit ontmoet en nu is hij weg. Rust in peace, legend. Lena Boston, sterkte, we missen hem. Aptias JT, met zo wenende gezichtsicoontjes. Lix JT, rest in power, Casper. En dan AC3_clan. Zo een hartje die gebroken is, een vredestuif en een wenend gezichtje. Jojo Joos, hartje, rest in peace, legend. Daniel, rest in peace, ik mis hem echt erg. Rob,
Rust en vrede, Kastiop. Je zit altijd in mijn hart. Rosale Kersbergen. Oké. Poes INCTM. Rest in peace. Jan Verhaert. Weer zo met winnende gezichtjes. Mootje A. Geen woorden hiervoor. Saskia Vermeulen. Rest in peace, Kastiop. En dat gaat dan zo voort en zo voort. Ik kan hier nog gewoon de lange tekst voorlezen. Ik zag het verschrikkelijke nieuws op internet. Dat is van Liam Stekel. Ik zag het verschrikkelijke nieuws op internet. Ik kon mijn ogen niet geloven. In eerste instantie was ik super blij, maar de zin was nog niet afgelopen. Er stond namelijk dat hij gevonden was in het kanaal, in steen. Het is te triest voor woorden. Een jongen van 22 die elke dag klaar voor iedereen staat om zijn leven te delen. Ik wil de familie, vrienden, iedereen die voor hem klaar stond, heel veel sterkte wensen. En ik hoop dat de waarheid, hoe dit heeft kunnen gebeuren, nog komt. Heel veel sterkte. Oké. Bij deze sluit ik het af van hashtag Kastiop is teruggevonden in de Julian-kanaal. Daarna gaan we door naar vlog nummer 992. Daar zijn twee reacties op gekomen. Michiel Bosmans. Kastiop is overleden, teruggevonden. Anusbek. Volgens mij had Kastiop corona. Ik denk het niet. Kastiop... Die was gewoon echt aan het blokkeren. Die was zijn eigen meer. De sociale contacten vallen weg. Ook bij mij. Momenteel de sociale contacten vallen ook bij mij een heel groot deels weg. Want ik mag alleen maar Bea hier binnenlaten. Niemand anders. Jammer genoeg. Hoe het gaat zijn ook naar mijn ouders toe. Dat ga ik ook nog even moeten uitdokteren. Dus ik denk dat ik het gewoon ga vragen voor het eten aan de deur te zetten. En ja, dat er dan geen contact gaat komen. Dus ja, over corona. Dus ja, hij had dus, ja, de sociale contacten vielen weg bij hem. En dat weegde echt heel, 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 heel zwaar door op hem. Heeft hem daardoor zelfmoord gepleegd of... is hem gewoon van de weg geraakt? Die vragen zijn nog altijd niet beantwoord. Daar wordt nog altijd naar die antwoorden wordt er nog altijd naar onderzocht. Bij deze. Oké, dan gaan we door naar de volgende vlog. Vlog nummer 991. Twee reacties. Anusbek. Heb jij ook soms een beetje last van smagma? En wat moet jij doen daartegen doen? Wat is smegma? Smegma. Ah, nee, laat dat maar. Nee, ik heb dat niet. Nee, ik heb dat niet. Mensen googelen het zelf, ik heb het niet. Ja, ik klik niet op foto's. Ik klik niet op foto's. Dankjewel. Dan BRNT. BRNT. Hallo Timmy. Hallo BRNT. Dan Kastiop. Geen resultaat bij de zoekactie Albert kanaal. Daar zijn 6 reacties op gekomen. Rest in peace. Deze legends. Hij heeft mijn jeugd leuker gemaakt. Boef zei de pins. Red Kastiop. Anusbek. Hoe kun je naar het toilet als je een mondmasker aan hebt? Dat was in de kleedkamer gefilmd aan Anusbek en niet in een toilet. Bij deze. Te goed kijken. Want je ziet toch ook dat achter mij buizen lopen, jassen ophangen. Hangt dat in een wc op? Ik denk het niet. Waarom heb je een mondmasker aan in je huis? Ik heb die mondmasker had ik dus niet aan bij mijn thuis. Ik zat op mijn werk. En op mijn werk is dus mondmasker verplicht. Dan gaan we naar vlog nummer 990. Daar zijn 4 reacties.
aan is bij praatvlogs zijn eigenlijk niet zo interessant, Team 3. Wij willen meer content. Wacht, ik ben zo terug. Ik ga even een vitrine besmeuren met diarree. Oké. Dat is goed, Anusbeck. Je doet maar. Dan Jema. Is die Casio überhaupt de hele dag door in het nieuws in België? In Nederland is sinds vandaag een meisje vermist en er komt steeds een Amber Alert op tv en mijn mobiel. Is er voor Casio ook zo massaal aandacht voor de zaak? Hoor er vrij weinig van in het nieuws. Dat klopt. Hier in België hebben we zo geen applicatie. Maar als er echt ongerustwekkend is, dan wordt dat soms wel ook op de snelwegen tevoorschijn getoverd. Op die informatieborden. Dat weet ik ook nog. En ik heb wel eens ooit eens ene keer ook al een sms gehad van Anne en Eefje. Dat die vermist waren. Ik heb er een sms'je over gehad van Anne en Eefje. Dat was in 1998 op de Nokia. De eerste Nokia's. Be Alert noemde dat toen niet. Dat heette totaal anders. Ik weet zelfs niet meer hoe die bedrijf noemt. Maar dat is, die bedrijf is wel overgegaan naar Be Alert op smartphones. Ja, dus dit moet eigenlijk meer gedaan worden hier in België. Stel dat er echt iemand jong of oud vermist is. Laat die gsm afgaan. Laat daar een bericht op verschijnen van wij missen die persoon. Stel bijvoorbeeld wij missen die persoon. Bijvoorbeeld nu, sorry dat ik Kassiop er nu ga bijhalen. Kassiop woont in Hasselt. Laat dan de regio van 50 kilometer rondom Hasselt zo'n bericht krijgen als in een smartphone, dat iedereen dan op naar de uitkijk kan gaan staan met de foto en al. Zo bereik je ook meer mensen om gaan helpen te zoeken en misschien wel met betere aflopen gaat komen in de toekomst. Dat is toch wel een heel mooi idee wat ik geef, hè? Dus zo gelijk bijvoorbeeld, als ik vermist word hier in Alken, laat daar een straal van 50 kilometer zo allemaal op alle smartphones of gsm's een sms'je komen of een bericht op de gsm of de smartphone, dat ik ben vermist, dat ze op integraal iedereen op mij naar zoek kan gaan, dat toch sneller opgelost kan geraken. Want nu heeft het een week en één dag geduurd, voordat dat we het wisten waar Kastie op was, maar ik zat wel in de buurt, hè mensen. Want ik zat in de buurt, want ik zat in Weert. En Weert is maar een pulk van Stijn af. Ik ga dat even googelen. Ja, daar gaan. Want ik heb daar een tip gekregen dat hem daar ook regelmatig naartoe ging in die regio. Dus dan ben ik daar ook eens even gaan kijken. Weert. Route. En dan was het, waar hadden ze hem gevonden in? Stijn. Nederland. Dat is amper maar 43 kilometer van elkaar, hè? En dat is, oh my god, dat is maar amper over de grens. Van België, zie ik ook nu net. Oh my god. En ik ga u één ding zeggen, mensen. Op die autosnelweg, toen ik echt waar vroeger aan, je weet wel waar aan zat, aan de cannabis. Ik zat te gewoon een deftige woord zeggen, cannabis. Was dat ook altijd mijn route om naar de shop te gaan. Oh man, dat het daar is gebeurd, dat wist ik niet. Kan goed zijn, want ik ging altijd vroeger naar Sittard toe. Dus dan passeert je ook Stijn. Bij deze. Ja.
Dus dan ga ik nu naar de volgende vlog. Dat is vlog nummer 989. Anusbeck, één reactie. Kan je ooit eens de buit van uw magnetvestoer laten zien? Ben wel geïnteresseerd in wat voor zaken je kan vinden tijdens magneetvissen. Anusbeck, de laatste keer dat ik ben gaan magneetvissen, heb ik 0,0 vangst gehad. Dus dat is mislukt. Ik heb niks gevangen. Kun je eens een video maken over jouw setup en wat voor dingen je nodig hebt om beginnen met magneetvissen? Ja, een magneet en een touw en handschoenen. Tadam, ga maar magneetvissen. Welk papieren, documentatie en vergunningen heb ik nodig om hiermee te beginnen? Ik ga u één ding zeggen, ik mag niet vissen hier niet meer in Alken, waarom niet? Omdat dat hier verboden is. Bijvoorbeeld, ik ga nu naar Bree toe, stel dat daar overboden is en de politie zegt dat, die geeft me gewoon altijd eerste verwittiging. En dan zeg ik, oké, dat is goed, dan kom ik ook hier niet meer naar Bree toe om gaan magneetvissen. Ik hou die lijst dan ook bij, van waar mag ik niet meer gaan magneetvissen. En dan kun je er eigenlijk praktisch geen miserie krijgen. Dan zeg ik, politieke, kun je alsjeblieft eens een goed gedrag en zin kijken. Kijk eens wat ik al heb gedaan voor de burgers. Want ik, zelfs voor de kleinste ding, mensen, bel ik naar de politie toe. Zodat ik ben aan het rijden, bijvoorbeeld naar mijn wijk toe. En dat expressweg ligt pal in het midden in een emmer. In een emmer. Maar als je daarover rijdt, kan dat wel schade aan uw auto brokkelen. Wat doe ik dan? Ik stop dan op de pijstrook, ik kijk naar die kilometerpaal, ik zeg ik ben naar die richting aan het rijden, papa bijvoorbeeld nu naar Sint-Truiden aan het rijden. Dus die kilometerpaal en die kilometerpaal ligt hier in emmer. Kunnen jullie dat alsjeblieft eens hier eens komen opruimen, want dit is een gevaarlijke situatie. Dan vragen ze ook altijd naar uw geboortedatum en uw naam en familienaam. Dus dat wordt altijd echt integraal bijgehouden. Ja, dus dat is altijd dat je iets goed, een goede daad hebt gedaan, Merel, voor de burgers. Oké. Nieuwe informatie rond hashtag Cassio update. Hij is terecht, rest in peace. Er zijn in totaal 19 reacties opgekomen. Ik heb die allemaal niet voorlezen. Of toch wel. Ja. Update, hij is nog altijd niet terecht. Dus blijf de flyer van Shalt Focus delen. Ik ga sowieso zeggen, hij is nu wel terecht. Jammer genoeg, nu niet levend gevonden. Dat klopt. Tupac Amaru Shakur. Dan Boefside Pins. Dank u, Cycle TV. Dankzij u, grote tip, kan Cassio gevonden worden. Hij is dood gevonden in het kanaal. Rest in peace, Cassio. Ja. Maar, Boefside Pins heeft dat eigenlijk nog tevoren gepost. Voordat Natman daarop heeft gereageerd. Dan Manu de Wet, goed dat je dit doet en dat je ook zelf initiatief neemt. Dat is ook waar. Dus bijvoorbeeld, maakt niet uit als het een onbekende YouTuber is of zo. Dat ligt, ik ken het niet en jullie laten het ook zien. Want kijk, die YouTuber is wel vermist in uw regio. Kun je er eens een klein beetje aandacht aan zeggen? Dat doe ik dat ook. Ik heb hem echt heel zwaar in de aandacht gebracht. Ik ben zelfs ook integraal gaan zoeken. Ik ben gaan zoeken in Weert. Ik ben gaan zoeken bij Boksbergheide op de heide zelf. Ik ben gaan zoeken in Hasselt. Heb ik ook even gaan zoeken. Toen ik ook ben gaan magneetvissen, heb ik de foto continu vertoond aan de voorbijgangers. Dus zelfs toen ik in Henk de Stad heb ik de foto laten zien. Dus ik heb echt heel zware ook inspanningen gedaan om
toch ergens een resultaat naar de zoekactie te kunnen krijgen. Maar jammer genoeg mocht dat niet baten. En zijn wij gewoon te laat. En dat vind ik wel jammer. Want Kasjop was een hele goede YouTuber. En qua abonnees, hij deed het echt heel goed. Wat ik ook van hem heb gehoord, ik ga de winkel erbij nemen, Eurosis. Ik ga even wat reclame maken. Maar dat heet nu niet meer Eurosis. Ik weet niet juist hoe dat weer al nu noemt. Maar op... Hoe? Ja, OVA, ja. Dus daar doen ze ook elk jaar zo'n computerfestival. En daar was ook altijd Kasjop aanwezig. Dus die speelde daar FIFA tegen andere mensen. En ik kon ook in een praatje slaan, een handtekening vragen of op de foto gaan, noem maar op. En hij nam daar ook zijn tijd voor. En dat vond ik ook wel echt chapeau. Dat was echt een hele goede kerel. Een hele goede kerel die we hebben moeten afstaan. Maar ik weet wel hè, dat hem hierboven hè, zijn setup terug aan het opstellen is. Hè, om daar vlogjes te maken of gaming movies te maken in de hemel voor de hemel mensen. Dat denk ik wel. Oh. Oké, dan. Triestijs, dank u voor te helpen. Dat is graag gedaan. Torna, hopelijk komt alles goed. Dan even in defvorm. Oké, Alefant, dank u voor het speurwijkteaming. Dat is graag gedaan. Jojojo, gevonden in Juliana kanaal in Stijn, dus je zit er dichtbij. Voilà, hier nog iemand die dat zegt. Heb, Boef of iemand? Ja. Ik had hem echt letterlijk en figuurlijk bijna gevonden, ja. Ik zat er echt... hoeveel kilometer zat ik er maar langs Ogarma? 43 kilometer... Nee, 39 kilometer. Ik sprak 40. Als ik... Als het, hij zal nog leven, zal ik... ik ga echt daar heel eerlijk antwoord op geven. Maar bijvoorbeeld dat Boef al een paar dagen vermist is en ik zie hem in een keer in Stijn. Dan zal, wat ik ook al heb gehoord in de media, hij zit met negatieve gedachten. Dan zal ik met hem gaan bespreken, zeg, hoe gaat het met jou? Hoe komt het dat het zo wat minder gaat? Waar kan ik u mee helpen? Of ja, zo van die dingen. Dus als ik maar een gesprek kan starten en ergens kan een knooppunt kan maken van... Ah, hier kan ik misschien wel op verder gaan voor, met het gesprek en daar ook dieper op ingaan. Dat hem dan niet meer aan die gedachten zal denken voor te plegen. Ja, ik zie omhoog van... Een mens, die leeft maar één keer. En die moet ook genieten van zijn leven. Oké, dat zijn ook wat mindere dagen in uw leven, maar dat hoort erbij. Ja, zo gelijk nu zal ik ook mindere dagen in mijn leven gaan tegemoet komen, omwille van die coronamaatregelen, dat ik mijn... Oma niet meer mag zien, mijn ouders momenteel even niet meer mag zien. Denk ik dat dat ook allemaal niet heel zwaar doorweegt op mij. En ik ga ook heel eerlijk zijn, ik heb ook heel even gedacht, omwille van dat team materiaal is het aan te komen, en dat ik dan ook schrik had voor Bea ook dan bepaalde tijd niet meer te mogen zien. Ja, bedoel, ja, zien wel. Dat kan altijd nog via de webcam. Maar ook voelen, kunnen aanraken, kunnen knuffelen.
Als ik als dat niet mag, ja, dan ik zat dan echt ook op verkeerde gedachtes. Ik zat er ook al naar en ik geef dat ook eerlijk toe naar jullie toekijkers. Dat ik ook met zelfmoordgedachten even zat. Maar ik heb dan even verder nagedacht van als ik het ga plegen, dan doe ik niet alleen mijn familie pijn, maar ook nog heel veel andere mensen pijn. En dat wil ik ook weer al niet. En ik weet ook wel, na deze sombere dagen, daar komt dan wel weer een lichtpunt, dat het leven weer al positiever gaat zijn, leuker gaat zijn. En dan denk je van, oh, ik heb geluk dat ik het niet heb gedaan, zelfmoord. En dat ik toch niet terug een gelukkige leven leid. Denk ook zo eens na mensen die die gedachten ook zitten. Dus niet aan de, continu aan de negativiteit denken, maar ook echt aan de positiviteit. Ik hoop dat ik het heel mooi heb kunnen verwoorden. Dank u. Oké, dan Giant Wissat. Op welke bronnen baseer je deze theorieën? Zeker mensen, wees een beetje kritisch. Op zulke onzin verspreid wordt over Kassip in plaats van hem te bedanken. Dit absurd. Ik zeg het u, Giant Wissat. Mijn bronnen lagen wel echt heel dicht bij hem, hè. Je moet daar ook zo'n klein beetje denken, Giant Wizard, ik hoop dat je je excuses gaat aanbieden aan mij toe, omwille van dat jij zo denkt van dat ik uit mijn duimpje die theorieën aan het zuigen was. Nee! Want hij werd heel veel gezien in Weert, dus dat was Nederland, en Stijn ligt er niet ver vanaf, dus hij zal daar ook wel regelmatig komen. En Stijn, daar ligt juist een... Ja, nee, dat is gewoon een buurgemeente van België, Stijn. Bij deze. Wie denk je dat je bent? ZakkerTV heeft altijd gelijk en deze bronnen zijn geverifieerd en de politie is op de hoogte gebracht. Je zal wel zien. Dankzij ZakkerTV leeft Kassip. Ja. Boef. Die tekst klopt niet meer. Ja, op dat moment had ik ook, ik ga ook heel eerlijk zijn, op dat moment had ik terug ook vertrouwen in van, hij is hier toch nog een weert gezien en oké, ik zal de politie daar op de hoogte brengen, dat ook de Nederlandse politie dan ingeschakeld kunt worden. Dus, en uiteindelijk werd dat ook gedaan, maar jammer genoeg werd er eerst ook hier in België de kanaal uitgekampt en dan pas de Nederlandse kanaal. En ik denk dat ze eerst een Nederlandse kanaal hebben moeten uitkammen. Dat ze eerst naar mijn tips hebben moeten luisteren. ZakkerTV helpt mee met de zoektocht naar Kassip. Daar mogen de mensen toch dankbaar voor zijn. Dankjewel, Kiever SP. Dan BRMT. Pas maar op of Danny komt hem eens moeien bij deze. Wat bedoelt je daarbij, BRMT? BRMT? Oké. Dat is goed. Wij zien wat wij te verdedigen. Ja. Dan gaan we door naar de volgende vlog. Vlog nummer 988. Daar zijn in totaal 2 reacties op gekomen. Boerzijdenpunt, sorry Dimi, maar dit was toch de naam vlog niet waardig. Daar zit toch geen naam in de vlog. Het was inderdaad geen goede vlog. Er was niet veel gebeurd. Ja, soms heb ik ook eens mindere dagen dat er echt praktisch bijna eigenlijk niks gebeurt. Zoals nu heb ik ook een redelijk lang moment dat er niks aan het gebeuren is. Wat doe ik nu? Ik pak wel de Q&A op. Oké, opsporingsbericht Kassip. Daar zijn in totaal 323 views opgekomen. En één Kassip Clips heeft daarop gereageerd met een droevig gezichtje. Ik ga jullie ook even de
de stand van zaken vrijgeven. Zo gelijk de Casio-filmpjes, ja, die worden echt integraal heel goed bekeken. Zo gelijk ook Casio is teruggevonden. Dat heeft 7841 views. Ik ben er niet trots op dat dat zoveel is. Maar ik wil niet voor de views gaan, maar ik wil gewoon jullie echt daar informeren. En dan ook zo gelijk die informatie dat de zoekactie niks heeft opgeleverd. Heeft toch wel 638 mensen bereikt. En dan heb ik dan, was er dan nog een, ja, dan de opsporingsbrief van Casio. Dat heeft 327 mensen behaald. Dan nieuwe informatie rond Casio. Dat heeft toch 1883 mensen bereikt. Dus mijn bereikheid is toch wel redelijk groot. Daar ben ik wel echt trots op. Dus ik kan mensen ook uit nood helpen. En dat is mijn bedoeling ook met mijn YouTube-kanaal. Als er echt hier iemand heel dichtbij vermist wordt, dan schiet ik ook wel in actie. Even naar de frituur. Vlog nummer 987. E-mails pro viewbot. Je moet nog meer optrekken, Demi. Dat is goed voor het milieu. Oké, zal ik doen. Naat. Repelsteeltje. Leuke video. Dankjewel. Halfhand. Demi, zo optrekken met de auto is gevaarlijk. Hij kan daarvan exploderen. Ja, dat klopt. Daar heb ik eigenlijk nog niet bij nagedacht. Daar heb je van weer gelijk in, ja. Dan Anusbek. Hoezo? Wat is er aan de hand? Hoe kan iemand bellen en u een worst bestellen? Ik snap er allemaal geen hol meer van. Ik zat op dat moment, ik zat dus in de frituur. En in een keer zat ik ook op Discord en ik zeg, ja, daar is veel volk. En ja, ik ging ook naar de spraakkanaal komen en het was al heel dicht bij 7 uur. En ik had om 7 uur afgesproken en dan was het, oh, volk, volk, volk. Ik maakte daar een foto van, ik plaatste dat op Discord en even later werd er opgebeld. Ja, Dimitri zit die hier, er werd nog een curryworst bij besteld. En toen, ja, heb ik gezegd, ja, oké, dat is goed. Schrijf die een nummer op. Zoek die een nummer op het internet. Dat heeft hem ook gedaan. De factuur opgestuurd. En ja, die komt in de worstbal daar gaan halen bij het rondpunt. Dus ik zal zeggen, smakelijk eten met nu met een beschimmelde worst. Dat klinkt dubbelzinnig, hè? Ja, maar dat klonk toch echt dubbelzinnig, hè? Ja, oké, nee, we gaan niet verder op in. Oké, vlog nummer 986, 0 reacties. Vlog nummer 985, 1 reactie. Anusbek. Ik heb gisteravond een beetje te hard moeten persen en er kwam een stukje darm uit. Wat moet ik nu doen? Naar de dokter gaan of verder naar het toilet? Ik denk niet naar de dokter gaan. Ga al maar rechtstreeks al naar de spoed toe. Stukje darm. Oké. Ken ik niet. En dan heb ik ook nog een gaming movie gemaakt. Sonic the Hedgehog. Old School Games 002. Daar heeft Jonas Elsebroek gereageerd. Eindelijk weet ik wie Sonic the Hedgehog is. Ziet er me een leuk spelletje uit bij deze. Het is ook een heel oud spel. Het is ook eigenlijk een van mijn allereerste spelletjes waar ik ooit in mijn leven heb beginnen te spelen. Ja, ja. En dat is Sonic the Hedgehog. Dat is van 1991, dat spel. Bijna even oud als mij. Ik ben van 1987. Ik ben een hele oude P, ik weet het.
Dan gaan we door naar Crash Bandicoot 1. Zijn daar reacties op gekomen? Nee. Dan op Funny Bubble. Begeluk is die. Was dat die, dat spelletje? Ja. Begeluk is dat spelletje niet geblokkeerd. Als je echt naar de achtergrond van dat spelletje kijkt. Dat is maar een tip dat ik geef. Ga naar Funny Bubble Old School kijken. Games 003. Kijk op de achtergrond. En ik had dat op eerste zicht nog niet door dat er iemand mij zo beënte. Zeg, wordt dat niet gebannen op YouTube? Ik had dat echt integraal niet door, hè. Nee, ik wist het niet. Ik geef dat eerlijk toe. Dan vlog gaat niet door. Is daar reacties op komen? Nee. Oké. Dan weer eens de oude cycle boven gehaald. 984, 0 reacties. Dan 983, 2 reacties. E-mails pro viewpod. Wanneer komt er nog eens een livestream, Dimi? Of ga je weer eens liegen en ons geen livestream bezorgen, leugenaar? Jawel, vrijdag. Noteer het in uw agenda. Om 7 uur stip begin ik met mijn livestream. Want dat betekent dat ik ook aan het opnemen ben voor mijn... Jawel. Zeg maar, mensen. Goed zo gezegd. Kwam uit de buttermuur zijn microfoon, maar dat was boef. Dat voor mijn 1000ste vlog. Hoe lang gaat dit in godsnaam nog duren voordat je het probleem met de gespiegelde beelden gaat oplossen? Dat duurt nu al maanden. Als je PC meent dat je beelden gespiegeld zijn, spiegel ze dan gewoon terug opnieuw bij het editen. Ik moet dat een klein beetje onderzoeken hoe dat werkt in dat programma. Daar ging even mijn stem. Ik moet dat nog een klein beetje gaan onderzoeken hoe dat werkt in mijn editprogramma. En ik begin al wat dorst te krijgen dat ik al zoveel heb geluld. Dan is het probleem toch opgelost. Is toch niet moeilijk? Dat is wel waar, Cray. Dan. 982 en moeilijke nacht gehad. 0 reacties. Dan 981, daar zijn in totaal 0 reacties. Dan vlog nummer 980, daar zijn in totaal 1 reactie op gekomen, maar die is niet zichtbaar. Hè? Huh? Ah, oké, okay, ja. Anuspect, Dimi, wij willen terug reactievideo. Oké, okay, zal wel terugkomen. Staat die kanaal hier ook al op YouTube, op Discord? Ja, die kanaal staat hier ook al op. Daar staan nog maar 3 video's op. Dus ik kan dat nog niet doen. Boef, ik ga sowieso zeggen, die eerste video wat je had gepost in mijn reactievideo's, ja. Uw allereerste post bij de reactievideo's, die heb ik al in mijn vorige reactievideo's al vertoond. Dus je moet een andere nemen. Dus ik ga die verwijderen dat ik het niet iets dubbel doe, snap je? Oké, dus die video verdwijn ik nu. En er zijn nu nog maar 2 video's online, dus in de toekomst gaat er meer video's online komen. Kom gerust naar de Discord chat, de link staat hier in de beschrijving. Klik dan op de reactievideo's en post daar de URL van YouTube of van een andere video website. Echt video website en geen echt nutteloze video's bijvoorbeeld van als er ergens ruzie is dat je alleen het ruzie hoort en niet de beelden ziet. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, oké. Okay.
Mijn auto opruimen, vlog nummer 979, Anusbeck. Ik wil ook wel eens een nieuwe computer. Succes, hopelijk krijg je er één. Ik ga het toch proberen. Boerside Bins, 1800 voor een computer, dat is veel geld. Dat is veel te veel geld voor wat je doet, Dimitri. Alleen nu. Splits die 1800 in 2 en dan heb je een dikke pc om te gamen, editen en te streamen en een dikke camera voor te filmen. Boef! Zit jij goed? Zit jij goed? Ik denk dat je echt van uw stoel gaat vallen. Nee? Ah, wel, ik ben het is echt aan het onderhandelen met waar, met een shop. En niet echt, ik ben... Wat blieft? Lion Gaming Solutions, klopt. Ik ben nu in een pc-kast waar ik daar op het oog heb voor maar liefst 2649 euro. Wat zit daarin? Een Intel Core Desktop Processor, Intel i7 10700K, Nvidia grafische kaart, RTX 2080 Super 8G, werkgeheugen 2x16 GB 3600 MHz, moederbord Z490 Alios Elite, opslag M.2.SSD 500 GB, extra opslag M.2.SSD 1 TB, voeding 850 watt gold, processor koeling Aios AIO 360, besturingssysteem MS Windows 10 Home NL 16 bit, behuizing Be Quiet Pure Base 500DX MIDI Tower, extras RGB, ventilatoren, zijpanel uit gehard glas, afmetingen D×W×H, 450×232×463. Voilà. Ja. Ik ga die proberen voor sponsoring te krijgen. Ik wil dat proberen de prijs te halveren. Ja, maar ik ga nog slimmer spelen. Dus ik vraag aan Lion Gaming Solutions, kan ik die PC-kast aan de helft van de prijs krijgen? Ja. Dus ik ga de rekenmachine er even bij halen. Dus het kost 2649 euro. Gedeeld door 2. Dus dat is dat het deel tussen CycleTV en Line Gaming Solutions. Dan moet ik nog maar 1324,5 euro betalen. Papa, wilt je de helft van mijn computerkast betalen? Ja, mijn zoon. Oké, dat is goed. Gedeeld door 2. Dan moet ik nog maar 662,25 euro betalen. Mijn papa heeft dat ook al gedaan voor een laptop. Ik denk dat hij dat ook wel wil doen voor een pc-kast als dat, maar... Ik weet het. Maar ik ga zelf nu ook beginnen te sparen, ook met die merchandising en al, ben ik er ook mee bezig. Als ik dat dus de helft van de helft kan krijgen, is het nog maar 662,25 eurocent. Ah, wel, wacht hè. Dat is... 2649 euro min 662,25 is gelijk aan
maakt daar 1986,75 euro winst op. Dus een goede kleine 2000 euro. Walter, zeg je daar jaloers op? Is Walter hier aanwezig? Nee, Walter is niet aanwezig. Jammer. Oké. Okay. Maar we gaan nu even terug verder met de Q&A. Want we waren een klein beetje weer aan het avondtwalen. De Q&A vraag nummer 900... Q&A vraag nummer zoveel. Nee, vlog nummer 978. Daar zijn in totaal 3 reacties op gekomen. Bert Put. Ik heb mij weer eens aan mijn belofte gehouden. Reward dat je bent. Dat weet ik, Bert Put. Sorry. Slechte vlog van een slechte YouTuber. Lucas, moet ik eens even afkomen? Want ik heb erop gereageerd. Boeit mij geen reet. Waarom kijk je dan naar mijn YouTube-filmpjes? Als je toch niet het graag ziet, kijk dan naar iemand anders. Kijk bijvoorbeeld naar boten die omver, die in de zee worden gelaten. Of kijk naar natuurbeelden of zo, als dat u leuker maakt dan een YouTuber. Ja, ik probeer wel variatie te brengen, dat klopt. Dan gaan we door naar vlog nummer 977. Er zijn 5 reacties opgekomen. Volgens mij is er een bug. Ik kan niet op de nieuwe Discord server. Kan je dit even oplossen? Ik ga sowieso zeggen, mensen, de oude Discord server is verleden tijd. De oude Discord server is begraven. Ja, mensen, even een minuut stilte. Echt waar, ik heb mijn oude Discord server begraven, dus nu even een minuut stilte. Oké, dat is meer dan genoeg. Nee, mensen, ik heb me gewoon met een oude Discord server gewoon up in de prullenbak gegooid. En die nieuwe Discord server, daar is, ben ik 100% gefocust op. Ik kan geen 2 Discord-servers onderhouden. Dat lukt mij gewoon niet. Dat is te veel werk. Jonas Ilsbroek. Ik heb corona corona alert app bij deze. Goede informatie. Dat klopt. Dus download de corona alert app via Google Play of hoe noemen ze het daar? Via iPhones. De iPhone Store. Dus oftewel via de iPhone Store of al via de Google Play Store. De Corona Alert app. Zet uw Bluetooth aan als je naar buiten gaat. Zo kun je ook op de hoogte gehouden worden als je bijvoorbeeld bij iemand te dik komt van een besmette persoon. Dat is een zeer goede app. Ik ken niemand die minder geeft om zijn fans als Psycho TV. Bert Put, ik ben het inhaalmanoeuvre bezig om toch nog iets terug te doen naar mijn fans toe. Maar momenteel in de coronatijden is dat zeer moeilijk. Dus, en ook moeilijk om ideeën te vinden. Dank u. Vlog nummer 976. Bert Put weer al. Altijd weglopen van uw problemen. Gaat het niet oplossen. Bij deze. Oké. Okay. Dan de vorige Q&A van 12 oktober. Dat is bijna een maand geleden. Daar is één reactie opgekomen van Lucas. Scheidkwaliteit. Ja, waarom kijk je dan naar mijn vlogs? Dank u. Dan voor Stijn. Daar is totaal één reactie opgekomen. Lol, blogjes voor kak. Ook maar waarom naakt? Ja, ik wil juist gaan slapen. Dan vlog nummer 975. Scamilwa. Doe eens de moeite om uw vlogs na te kijken, Timmy.
Geluid trek op niks in de Q&A-gedeelte. Ik ben heel misgenoegd. Ik heb het nu wel gecontroleerd. Mijn microfoon staat luider. Ben ik ook beter hoorbaar. Want ik heb nu, echt waar, jullie gaan jullie oren niet geloven. 4 filmpjes heb ik op voorhand eerst gemaakt. Van om de beide 10 seconden. Van test 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Test, test, test. En dan heb ik daar mijn eigen ook gehoord van de kijker, hoor ik mij nu duidelijk, ja of nee? En bij deze horen jullie mij echt duidelijk. Is het niet, mensen op Discord? Oeh, nou, ze vertrouwen mij niet. Ik heb niemand deze keer wel ernaar geluisterd. DJ John Paul, of weet bekend als Dragon op Discord, die jammer genoeg hier niet meer aanwezig is op Discord. Die intro is echt heel gaaf gemaakt. En welke intro hebben we het dan? Ah, van die raket. Ja. En dat waren de vragen van, ja... Ik ben heel eerlijk, ik moest mij iets, ja, ik weet niet of dat met kwaliteit heeft te maken, maar beter, ik zie te veel witte randen nog rond mij. Ik weet het, dit was, die glijbaan was ook schokkerig. Dat is wel waar. Ik ben dan juist. Er is. Ik krijg ook wel een bericht op Facebook. Wat ben je aan het doen? Ik ben nog altijd mijn Q&A aan het opnemen. Even kijken. Extra instellingen, reacties toegestaan, opslaan. Voilà. Bij deze zijn ook de reacties terug geactiveerd op mijn blog. Dan weten jullie dat. Nee, op mijn website bedoel ik. Dus die waren even gedeactiveerd. Maar mensen, heel veel bedankt om naar deze hele lange Q&A te kijken. Want die heeft 1 uur en 6 minuten nu geduurd. Bij deze ga ik nog even genieten van mijn dagje. Tot later. Ik heb zo net mijn schatje afgezet bij haar woning. Oh, ik mis haar al. Ik mis haar echt al hoor. We zijn voor elkaar gemaakt, mensen. We zijn echt voor elkaar gemaakt. Ik heb fucking heel warm. Ja, fuck you. Ik krijg de verwarming nog opstaan. Zij had het koud, man. Aha. En ziet eens hier hoe ik hier zit, zonder jas. En ze had een dikke jas aan nog aan en ze had het nog kort. Fuck you. Nee, dus we hebben dan nog samen naar Enzo Knol gekeken en familie. Dus nu ga ik naar mijn thuis toe. Oh, nu kan ik de echte job wat bijbenen. Oh ja, dat ga ik zeker nu doen. Naar de echte job kijken en dan, zal je dan misschien morgen nog een nieuwere serie bekijken. Maar wel over daar bezig zijn met jullie fans. Jawella. Ja, ik ben weer al economisch werkloos. Yippiekajee. Santé. Niet leuk. Het is echt niet leuk. Ja, dat stopte in één keer in een brommen, dus voor de veiligheid stopte ik maar even. Ah, domme dag. Is het weer rood? Zo'n mooie kleuren. En ik ben moe. Ik ben echt moe. En de eerste GIF-afbeelding, ik ga heel eerlijk zijn, heeft mijn ouders bereikt. Echt waar.
Zeg, wat was dat in de auto? Oei. Het is groen. Ja, zo, en dan zo die figuurtjes, snap je? Wow. Ja. Ja, mensen, ik ben echt ontzettend moe. Ik ben ook veel bezig. Ja, dat zijn twee racers. Echt waar. Oh my god, er moet daar nog een op de remmen gaan staan. Als je wilt straatracen, ga dan alsjeblieft op het circuit van Zolder. Daar mag je racen. Daar mag je uw bak op in knallen. Plus, je speelt met niemand anders in zijn leven, alleen maar die van u. Ja, ik ben er echt cruw in, mensen, van straatracers. Ik word daar echt kotsbeu van. Je moet niet racen op de openbare weg. Dat moet je maar gewoon doen op het circuit. Zoals ik de circuit van Zolder. Bijvoorbeeld. Of Franco Spa of zoiets. Of. Je weet wel wat ik bedoel. Of ga naar Duitsland toe. Op bepaalde wegen mocht je ook zo snel rijden als je wilt. En dan vind ik dat ook weer al jammer als je dan ook weer al iemand anders er, meeneemt in je ongeval. Vind ik ook weer al dan weer al niet goed. Oh. Doe het gewoon op circuit, punt, voilà. Zie, die stukken, die steken mij nog rustig nog voorbij. Maar ze rijden ook wel even wat te hard. En ik kom weer aan mijn limiet, 120. Waar ik ook op 120 mag rijden. Als je langs de kant gaat blijven rijden, fucking hell. Te gaan en dat is even moeilijk, want die bleef even langs mij hangen. Hangt niet uit. Want bij de volgende voorlichter moet ik inslaan. En soms laten ze mij dan ook niet in en dan ja, zit ik vast. En het gebeurt hier heel vaak dat sommige auto's op die rijvak zitten. En dan plots helemaal naar agenda moeten gaan om af te slaan. Het is 22:16 en het is 10 graden bij de fitnesscenter. En op mijn noticus zegt hem dat het 11:11 graden is. Brrr. Het begint toch frisser en frisser te worden. Gaan wij terug richting kraptijd? Of bedoel ik dan daarmee kraptijd dat we de ruiten moeten gaan krabben? Ofwel de ruiten moeten terug moeten gaan toeleggen. Ja, ik zit hier nu op de Jordijstraat. En ik kijk altijd goed uit als hier niemand anders er met de fiets of rollator of eerder whatever hier zit te rijden of gewoon te voet. Het mag niet. En dan geef ik dat door. Ik ben zo aan hier. Kijkend oog. Dus pas op maar.
is mijn struitje. Maar ik ben toch groot voor de politie. Bij mij naar thuis, joepie. En dan bedje, joepie. Ik denk dat dat ook nog iemand is die ik ken, die achter mij rijdt, ik weet het niet. Als hij zelfs zo de Langveldstraat in moet, is dat wel creepy, hè mensen? Die zijn alweer in een poosje te volgen. We gaan het rek weten. Ik ga direct de Langveldstraat in. Creepy. En? Ik weet het niet, ik weet het niet. Nee, hij rijdt rechtdoor. Oh. Dat is al zo wat creepy. Die volgt u. En dan in één keer, sjoef. Niks aan de hand. Oh, echt waar. Dat is echt hier heel creepy. Hier is het echt. Nu kun je hier in een speld in een hooiberg horen vallen. Hè. Hier is het zo stil bij die voetbalvelden. Ik weet zelfs niet. Als de match van BRNT doorgaat. BRNT, kunt je dat dus alsjeblieft eens bevestigen? Hier onderaan in de comments. Als uw voetbalwedstrijd doorgaat. Dankjewel. En mensen, ik ga ook de vlog beëindigen. Want het kan zijn dat het toch wel een redelijk lange vlog is geworden. Bij deze mijn excuses, maar het mag toch wel nog een keer eens zijn. En voor is een redelijke lange vlog. Ik ben nu pas thuis aangekomen, 22 uur 19. Ik ga zometeen ook nog eens zenden naar Bea toe. Om te zeggen dat ik veilig en wel ben thuis ben aangekomen. Dan nog gauw de vlog nog in elkaar steken. Misschien dan nog eens kijken, maar ik vrees ervoor. Ik vrees er echt voor dat het niet gaat lukken. Ik ben zo terug. Oh. Ja, mensen. Ga zeker ook kijken naar... ik ga mijn vlog afsluiten. Echt waar. Ja, mensen. Dus ik ga echt mijn vlog afsluiten. Dit is een nieuwe outro. Maar ik ook, er gaat nog iets bij gezegd worden bij mijn outro. Dames en heren, jawel, dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven. En die ook van op de Discord. Een paar mensen die ook mee hebben geholpen aan de Q&A. Ga ook zeker eens een kijkje nemen op http://www.cycletv.be/webshop. Jawel, de webshop is al online, dus je kunt al redelijk wat bestellen. En daar staat ook een klommetje, dus hoe meer stuks dat je bestelt, hoe goedkoper dat je het kunt vastkrijgen. Ik ben nu ook nog zo aan het denken van, wat moet ik dan nog zeggen? Ah ja, vergeet niet om het blauwe duimpje omhoog te duwen. Zo weet ik dat ik nog altijd goed bezig ben. En dat je mij ook een goede support geeft om blijven door te doen. Om blijven te vloggen. Dus ik apprecieer dat van. Als je op de blauwe duimpje omhoog duwt. Klik ook op de abonneerbutton. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog is online is gekomen. Ofwel klik je op het belletje om nog verder op de hoogte te blijven. Want dan krijg je een applicatie dat er iets is geüpload, dus op mijn YouTube kanaal. Kan zijn een gewone vlog of een, kan zijn ook een gewone video. Dan kun je ook nog integraal nog leuk de Q&A vragen ook nog oftewel hieronder zetten in deze comments. Oftewel gaat je integraal naar mijn Discord server toe.
En de link staat hier ook onderaan in de beschrijving. Dus ga er zeker eens op klikken en wacht dat je dan ook rechten krijgt. Dan nog één ding over mijn webshop. Ik kan jammer genoeg nog niet werken met stokvoorraden. Dus het wordt altijd op vooraf besteld. Dus het levertijd is 1 tot 2 weken. Jammer genoeg. Maar dat komt wel ooit in orde als ik meer en meer kan verkopen. En dan kan ik ook stocks beginnen aan te leggen. En dan kan het ook weer voor jullie ook goedkoper gemaakt worden. Dus ik zal zeggen, kopen, kopen, kopen. En dan gaat het ooit wel binnenkort goedkoper worden. Ik zeg niet dat jullie moeten kopen. Hè? Dus ga eens gewoon eens langs op www.sakotv.be/webshop. Kijk eens gerust op uw gemak naar de artikelen. En als er iets aan staat, koop het. Als er dan niks aan staat, ja. Staat er ook nog een reactiebutton? Klik dan op die reactiebutton en laat dan ook een reactie achter van: oh, Psycho, misschien een leuk idee van een lamp te kopen. Nee. Psycho, misschien een leuk idee voor dit of dit of dit te maken met uw logo erop. Laat het mij dan ook daar weten. Dus ga gewoon dan ook naar de reactiepagina. Laat het daar dan een reactie achter. Voor de rest, ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Bij deze. Heel veel bedankt. Heel veel bedankt om naar deze hele lange vlog te kijken. Maar het wordt nog niet de langste vlog van deze week. Nee. Wat ik ook nog ga zeggen. Tune in nu vrijdag om 7 uur op Discord. Jawel, de Discord link staat hier in de beschrijving. Kom dan ook naar de spraakkanaal en doe gewoon gezellig mee. Er zal een Q&A live gedaan worden. Ik ga ook de oude fragmenten dus nog eens bovenhalen van Psycho TV. Van de oudere vlogs van die paar jaar geleden. Ik ga van alles doen. Een half uurtje tot misschien 3 kwartier. Nog ook nog gamen met jullie. Ook live vragen beantwoorden. Noem maar op. Dus ik zal zeggen, tune in. Op vrijdag om 7 uur 's avonds. Tot en met 21 uur. Ten laatste 22 uur als het uitloopt. Maar niet langer dan 22 uur. Het is een speciale dag dat ik dan heb, dat ik dan ook met de opname bezig ben voor mijn 1000ste vlog. Dus kom allemaal heel graag naar de Discord server toe van Psycho TV. Kom meedoen gezellig met de Q&A of kom ook gezellig mee babbelen ook over mijn oude video's, noem maar op. Dus dat staat er allemaal op de planning. Als jullie ook nog leuke ideeën hebben of jullie willen ook mij dan al feliciteren dat ik aan mijn 1000ste vlog ben geraakt, maak een video en dan ga ik hier onderaan ook in een beschrijving zetten waar jullie het ook kunnen uploaden. En dan kunnen jullie een link sturen naar mijn e-mailadres info@psychotv.be en die komen dan ook wel in mijn video terecht. En bij deze, ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal morgen weer al terug. Tot morgen. Joe, weer al een dasje dichter bij mijn 1000ste vlog. Yes. Dus als jullie ook felicitaties willen maken, maak een leuke video. Of maak een hele leuke tekening, scan dat in en plak het in de fanart op Discord. En dat komt dan ook integraal sowieso in mijn 1000ste vlog. Echt alle fanarts, wat er dan ook gemaakt is geweest, gaat er ook in tevoorschijn komen. Bij deze, tot morgen. Yo.